uit bij zuur. Hey, hallo, daar zijn we weer. Ik ben trainer Tom en vandaag in navolging van mijn workout biceps superset kutzooi. Wat was het ook alweer? Een nieuwe zure superset voor je schouders. Ik ga me uitleggen. Wat je nodig hebt is een bankje met een leuning omhoog, zoals deze. En twee dumbbells. En het is belangrijk voor jezelf om te weten wat je 1 RM is. Nou, wat is je 1 RM? Je 1 rep maximaal. Dus met welk gewicht kan jij een shoulder press of een dumbbell press eenmalig omhoog en omlaag krijgen? Zonder dat je gaat compenseren met gekke bewegingen. Nou, dat is je 1 rep maximaal. Dus ik adviseer deze oefening, deze workout, dus 20% daarvan te doen. En dat is het eigenlijk. Nou, je doet 3 rondjes, 3 setjes. Het zijn eigenlijk 3 sets van deze superset, zeg maar. En tussendoor doe je 2 minuten rust. Ja, dat is erg belangrijk, want je gaat jezelf helemaal leeg trekken. Just do it! Make your dreams come true! Nou, waar begin je mee? Met een normale shoulder press. Ja, voor de meeste mensen die niet weten wat het is. Ik fixeer mijn rug en mijn hoofd tegen het kussentje aan, zodat ik me volledig kan concentreren op mijn schouders, zodat ik niet ga compenseren. Dus mijn rug is gefixeerd, ik zit met een rechte rug, mijn schouderbladen zitten er tegen aan mijn hoofd. En vervolgens beweeg ik de dumbbells omhoog, zonder dat mijn schouders nog verder omhoog komen. Ja, dus je beweegt je onderarmen en je bovenarmen omhoog. Hop, dit is het maximale wat je doet. Niet dit gaan doen. Ja. Nou, maak er geen Arnold press van, dus ga niet indraaien. Nee, gewoon een normale shoulder press. Dat doe je 20 keer. Volgende oefening is een front raise. Nou, hetzelfde weer, je rug fixeren en je hoofd fixeren tegen de bank. En dan ga je gewoon omhoog, 90 graden en je laat hem zakken. 90 graden omhoog en je laat hem zakken. Zorg ervoor dat je niet te veel dat gaat doen. Gewoon alleen je schouders omhoog. Weet je, die trapezius aan de bovenzijde, die is toch altijd wel actief. Dus je gaat omhoog, pop, en rustig laten zakken. Oké, de laatste is een side raise. Geldt eigenlijk precies weer hetzelfde. Alleen nu ga je zijwaarts omhoog tot 90 graden. Hop, en je laat hem rustig zakken. Niet gaan zwaaien, niet gaan zwaaien. Neem alleen maar jezelf in de zeik. Ja? Gewoon gecontroleerde, nette herhalingen. 20, 20, 20. En je gaat helemaal naar de kloten. Net als ik nu. Oké, nou, ik ga het laten zien. 3, 2, 1. Lichte verzuring, front races. 1, 2, 6. Let erop, niet gaan zwaaien. 7, 8. Ah, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, fuck. Oh, bering, tyfus. Hoe mag ik niet zeggen? Oké, side races. 3, 2, 1. Rug fixeren, gaat. Super lekker gevoel dit, man.
Nee, de reden dat ik dit doe is, weet je, op een gegeven moment ga je zoveel maniertjes proberen te vinden om die verzuring op te zoeken, om juist die spierpijn te triggeren. Nou, voor mij is dit echt een top maniertje om, weet je, die spiergroepen die een beetje, die je niet echt meer, de hele tijd niet meer op een hele andere manier belast, om gelijk weer een beetje te laten schrikken. Weet je, de meeste mensen blijven een beetje hangen tussen die 18 en 12 herhalingen, soms een beetje richting 15, een klein beetje buiten hun comfortzone. Nou, dit zijn eigenlijk 60 herhalingen achter elkaar. Weliswaar 3 verschillende oefeningen, maar je ziet hoe kapot ik ga. Weet je, je hoeft dit niet iedere week te doen, maar als je dit een beetje inpast in je normale schouderworkout, nou, ik verzeker je dat je spierpijn gaat krijgen. Ja? Nou, ik ben alweer een tijdje aan het ouwe hoeren, dat is op zich prima. Ja, zorg dat ook voor jezelf, dat je, als je deze hebt gedaan, dat je een tijdje pauze neemt. Ja, 2 minuten rust. En daarna doe je hem nog een keer. En daarna doe je hem nog een keer. Ja. Hoeft niet per se op hetzelfde gewicht, dat je altijd op die 20% blijft. Je kan natuurlijk ook een klein stukje naar beneden doen, want daarna is het al veel zwaarder. Ik heb net met 7 gedaan. Volgende rondje kan bijvoorbeeld met 6. En daarna kan bijvoorbeeld met 5. Maar dan moet je een beetje jezelf aanvoelen. Yes? Oké, jongens en meiden. Heel veel geluk. En tot de volgende keer. Hey, ik ben trainer Tom en wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben of ga naar mijn website.